De KRO op Nederland 1. Nogmaals, goedenavond. Ik heb het al gezegd, tot 1:30 vannacht de KRO op deze zender. En wat kunt u dan allemaal zien tot die tijd? Dat vertel ik u ook nog een keer. Dat is om te beginnen zometeen een aflevering van De Wrekers. Daarna om 9:50 aandacht voor actualiteit in Brandpunt. En wat daar precies in aan de orde komt, dat hoort u nu van Tom Verlind. Ja, dat zijn vanavond 4 onderwerpen. We beginnen met de actieweek tegen de kruisraketten. De hele week is er op zeer veel plaatsen in ons land actie gevoerd. Ook de kerken zijn betrokken bij die actie. In veel kerken zijn er wakers en werden speciale diensten gehouden. Dan een interview met minister Ruding, die vandaag een meevaller van 4 miljard gulden meldde. Betekent dat nu dat er minder bezuinigd kan worden? Verder een reportage over de zusters Augustinesse van Sint Monica, een opmerkelijke congregatie die zeer actief is op sociaal terrein. De zusters zorgen voor opvang van daklozen en geven hulp aan gezinnen die problemen hebben. En tot slot een reportage over Chili, ook vandaag weer protestacties tegen de junta. Het verzet tegen dictator Pinochet wordt steeds heviger. Vier onderwerpen dus en natuurlijk ons historisch archief, straks om 9:50 op dit net. En na Brandpunt om 9:55 een aflevering uit de Amerikaanse comedyserie Hello Larry. Om 10:30 de Ver van mijn bedshow, de laatste van dit seizoen. En hiervoor reisde Han van der Meer en zijn redactie naar het verre Singapore. Hij vertelt er nu zelf iets meer over. Deze Boeddha in pastel staat op een heuvel midden in het hart van het eiland Singapore. Je moet heel goed zoeken, wil je hem kunnen vinden. U boft. U hoeft niet te zoeken als u vanavond na Brandpunt en na een comedy gaat kijken naar een speciale aflevering van de Ver van mijn bedshow over Singapore. Tot straks. En 10:30 is dat dus. Hierna maken wij even plaats voor reclame en het late NOS Journaal. En om 11:30 komen we nog een keer bij u terug met een nachtfilm. En die is getiteld Woelige Baren. Het is een romantische avonturenfilm uit 1942 van Cecil B. DeMille. In de hoofdrollen ziet u onder meer Ray Milland, Susan Hayward en John Wayne. Dat wat betreft de nachtfilm, ons laatste programma, maar we beginnen nu met De Wrekers. U kunt kijken naar een aflevering die nog niet eerder in Nederland vertoond is. En de titel daarvan is, en dat is echt geen toeval, De Vogel die te veel wist.